Een huis vol is altijd de beste familieshow op tv. Hier krijgt het publiek dagelijks een kijkje in de levens van enkele grote gezinnen. Na lang wachten werd alles opgestart. Maar voor veel kijkers ontbrak er nog één belangrijk ding, de familie Bannebrak. Veel kijkers voelden zich niet meteen aangetrokken tot de nieuwe toevoegingen van de serie. Vooral veel kijkers zijn teleurgesteld dat ze de twee bekendste families hier niet meer kunnen zien. De familie Jelies en natuurlijk de familie Bannebrak. De deelnemende families zijn de familie Kudogum, Blom, Nagelkerke, Wildeman. Het zal even duren voor het publiek gewend is aan al deze nieuwe gezichten. Sommige kijkers ontdekten dat de nieuwe familie erg camerabewust was. Hun acties lijken erg klaar om iets interessants voor de camera te creëren. En daar was ook de vergelijking met de familie Jelies, die nauwelijks leek te beseffen dat ze door camera's in de gaten werden gehouden. Maar dat kan natuurlijk onervarenheid zijn. Sommige kijkers vonden het zelfs iets te loom en lieflijk in de nieuwe gezinnen. Je vraagt je af waar is de grote chaos van voorgaande seizoenen? Dat maakt het bijna een beetje saai om naar te kijken. Waarom een recept voor succes om zeep helpen te midden van een chaos voor het hele gezin? Triest en verwarrend. Ik dacht dat de familie Bannebrak toch mee wilde doen en uiteindelijk werd het afgelast. Ik mis de chaotische buddenbrukjes, de bouwprojecten van Rob, de plannen van Tyla, de hulp van Xavier en hun rij jongens en meisjes. Nu zitten we vast met een gezinsgebouw en Kudogums kleine toneelstukken. De bakkersfamilie is aardig, de Amsterdamse familie is nep en de andere twee families zijn helemaal niet slecht. Mis de familie Jellies en Bannebrak. Maar dit is pas de eerste aflevering, dus wie weet wat dit seizoen nog meer te bieden heeft. Gia đình sẽ tạm thời tạm thời gia đình còn lại thì không tự chủ nào.